nomine Padre, Filii, Spiritus Sanctus. Dan hebben we het hazenbloed. Hier hebben we nou een hele mooie verse haas. Maar in het traditionele recept van Mère Blanc, buurvrouw van Paul Bocuse, die dan de hazenpeper maakte, er staat er natuurlijk in dat je het hazenbloed moet bewaren. En ogenblikkelijk doe ik daar een klein beetje cognac bij. Je kan ook een heel klein beetje azijn toevoegen, maar ik vind cognac beter. Dat gaat straks in het gerecht er ook bij. En met die cognac stolt dat bloed niet. Het hazenbloed krijg je eigenlijk het beste als we eventjes de lever eruit halen. En die lever, hazenlever, is natuurlijk best wel sterk van smaak, maar bijzonder mooi om te gebruiken, om even te bakken erbij. Maar dat krijg je eigenlijk door het middenrif, waar de longen zitten, even door te prikken. En dan via het karkas het laatste bloed eruit te laten lopen. En dan is de haas klaar voor gebruik. Als je dat nou een beetje gedoe vindt, dan kunnen we ook gewoon naar de poelier gaan. En wat hazenvlees. Dat zijn mooie stukjes van hazenbout, van hazenschouwertjes, wat hazenvlees vragen. Want dit is best gedoe. Die hele haas gaan we nu uit elkaar halen. En dan gaan we van de bouten, de schouders en eigenlijk de wat minder zachte delen van de haas, gaan we een hazenpeper maken. We gaan dus vandaag een hazenpeper maken. Een hazenpeper, civet, de lièvre. Een hazenpeper kan je natuurlijk toepassen op allerlei andere soorten vlees. Het is een klassieke bereiding en het is een stoofbereiding en het is heerlijk om dat met kerst te doen. Want je kan het beste gewoon een dag, twee dagen van tevoren maken en dan zet je het weg en het wordt alleen maar lekkerder. Als je dat stoofvlees een dagje laat staan, al die smaken die er straks in gaan zitten, die blijven daarin zitten en worden eigenlijk alleen maar mooier. Dus van tevoren bereiden, eerste kerstdag pannetje opzetten, je bent helemaal klaar. Eerst even de ingewanden en de longen verwijderen. Dan doen we ook het hartje eruit halen. Het meest bloedrijke orgaan wat er is. Dus we hebben hart en longen, luchtpijp, levertjes. Dan hebben we de niertjes. En dan even opletten dat je de galblaas niet raakt als je de lever eruit haalt. De gal is erg bitter. Even controleren, die is netjes leeg. Klein stukje papier om het bloed in de rug en in de borstholte klein beetje schoon te maken. En dan gaan we eerst de schouders en de bouten eraf halen. Hazenschouder, ook wel voorlopers genoemd. En als je daar gestold bloed vindt, dan betekent dat hij daar is aangeschoten. Hè? Ze worden gejaagd met hageltjes. Voor de bouillon. De hazenspareribs, maar daar zit zo weinig aan. Dus dat is eigenlijk ook voor de bouillon. Dan hebben we hier de hele hazenrug. Die hazenrug is natuurlijk een prachtig deel van de haas. Maar die hazenrug is te mooi om te stoven. Dus die gaan we braden. Dus we gaan de hazenrug er eigenlijk uithalen en straks ook afvliezen. En dan die twee mooie rugfilets die hier lopen. Dat is schitterend mooi vlees. Dus dat houden we apart. En we gaan de bouten eraf halen. Dan moeten we het gewrichtje even openmaken om er goed bij te kunnen. Tweede bout. Staartstuk kap ik af. Dat doen we kort bij de staart, omdat hier eigenlijk de haasjes zitten. De haasjes van de haas. Haasjes van de haas kan ik eruit halen als ik ze apart wil bereiden. Maar het is een heel klein, supermal stukje vlees. Vroeger werden die in de rug gelaten en meegebraden als ze aan het karkas werden gebraden. Maar dan waren de haasjes meestal doorgeslagen. En de rugfilet was goed. Dus ik haal ze er even apart uit.
Het pareren, het bijsnijden, wat we eigenlijk altijd doen als we dit vlees pan klaar gaan maken, dat doen we later. En de rug afvliezen, dat is eigenlijk een trucje om te zorgen dat die rug heel mals en eetbaar wordt. Dan gaan we het rugvlies verwijderen tot het zilvervlies eronder uitkomt. En dat laat ik nu even zitten, want dat zorgt ervoor dat het vlees straks in de koeling niet uitdroogt. En dat gaan we er later netjes afvliezen. Dit is natuurlijk een bloederig werkje, omdat die haas aangeschoten is in de borst. Maar eigenlijk is dit nu de hazenrug die we straks in het restaurant, als we het vliesje er mooi afhalen, kunnen gaan braden en de rugfilets eruit halen. Dat rugvlies, dat zilvervlies, om die mooie rugfilets heen is natuurlijk ongelooflijk taai. Als je dat laat zitten maak je eigenlijk de hazenrug oneetbaar. En je moet het echt goed verwijderen, want als er een stukje blijft zitten, dan gaat de filet ook krom staan. Dat taaie vlies, dat gaat dan krom trekken. Dus het is echt de kunst om zo'n vliesje op te tillen, een beginnetje te maken, en dan met je mes tegen het vlies aan, zo min mogelijk van het vlees wat er is, weg te snijden. De andere kant doen we precies hetzelfde. Dus ik ga even met mijn mes langs de ruggen werven om dat vlies goed los te maken. En ook dat na het braden aan het been er een beginnetje is. Dat je eigenlijk met een lepel gewoon die hele filet er zo af kan wippen. Hazenvlees, de hazenrugfilet, die kan natuurlijk gewoon helemaal rood gebraden worden. Want het is schitterend zacht vlees. Het is eigenlijk een van de zachtste soorten vlees op rena die we in het wild tegenkomen. Dit is een Hollandse haas. Dit is vers geschoten, je hebt het gezien. Hè? Dat merk je ook aan hè, dat het bloed nog niet echt gestold is. Hollandse hazen worden eigenlijk door een groot gedeelte van Nederland, Achterhoek, Kop van Noord-Holland, Binnenland van Noord-Holland, Beemster, worden ze geschoten. Er zijn natuurlijk heel veel hazen op de markt die niet uit Nederland komen. Die zijn ook een stuk goedkoper. Er worden hazen geschoten in Zuid-Amerika en in China. En dan merk je dat ook, daar wordt met hele andere kogeltjes, er wordt soms met schroot nog geschoten. Als je een Chinese haas hebt, dan kom je daar geen kleine hageltjes in tegen, maar gewoon stukken metaal. En je moet je ook voorstellen dat zo'n haas, en het is jammer dat hij hier dus in die filet is geschoten, dat is eigenlijk zonde, maar daar kan je niks aan doen. Je moet je voorstellen dat zo'n Chinese haas ook gemiddeld dan nog een jaar op zo'n koelschip in een koelvriescontainer heeft gezeten. En als die heel rustig ontdooid wordt, dan ziet dat er echt wel vers uit, maar het is het zeker niet. Die hazen zijn soms bijna een jaar oud. Maar Hollandse haas, super lekker. Echt wel een behoorlijke wildsmaak zit eraan. Ik vind hem eigenlijk wel netjes zo. Een behoorlijke wildsmaak zit eraan. Maar dit is echt geweldig mooi vers wild eten. De hazenrugfilet is eigenlijk het mooiste stukje vlees wat er is. Als het gaat om wild met een stevige smaak. Het heeft een veel steviger smaak als bijvoorbeeld hert. Na de macabere prelude hebben we hier de eetbare delen van de haas liggen. Eigenlijk de goed verkopende delen van de haas. Uiteraard het meest geliefd en gewild. De hazenrug met hierbij die twee losse haasjes die aan de onderkant van de rug zijn geweest. Dus de hazenrug. Een volle Hollandse haas, ja, geen eersteling, maar een echte volle Hollandse haas, een volwassen Hollandse haas, is voor twee personen. Het is ook heel mooi om die filets in de rug te laten, in het geheel, in de oven te braden. Hè, dus eventjes aanbraden in de pan en dan, nou, ik schat nog geen 10 minuutjes in een hete oven. Dan laten rusten en dan mooi die filets eruit snijden. Dan krimpt het niet en aan het karkas braden geeft altijd meer smaak. Hazenrug. De haasjes van de haas, zoals het heet. Dan de voorlopers, hè, de hazenvoorlopers, dat zijn de schouders en de hazenbout. En als je nou kijkt wat het meeste opbrengt, iedereen wil natuurlijk eigenlijk wel die hazenrug met die haasjes hebben. Dat is duur. Daarna iets goedkoper de bouten en heel goedkoop, omdat het echt, dit moet je stoven en plukken, de voorlopers, dus de voorpoten van de haas. Bij het ingewanden gedeelte hebben we eigenlijk producten liggen die we of apart kunnen bakken of kunnen gebruiken om een saus af te maken. Namelijk de lever van de haas. Ook pittige wildsmaak, net als de niertjes. Hè. Daar moet je echt wel een liefhebber voor zijn. Want dat heeft echt een stevige smaak.
waarbij de galblaas is verwijderd. Dan meestal voor de saus, maar ook eigenlijk om te eten, omdat het een grote gezonde spier is, het hart van de haas. En longen met bloed werden gebruikt in een puree om de saus af te maken. Dan hebben we nog het bloed erbij. Het bloed even aangelengd met een klein beetje cognac. En dat is later om de saus af te maken. En zo hebben we dan gebruik gemaakt van de hele haas. Want het karkas gaat in de bouillon. We gaan gebruik maken van de bouten en de schouders om de stoofschotel mee te maken. Ik been hem uit. Ik wil alleen het hazenvlees hebben. Je kan hem ook gewoon in stukken maken en dan aan het been ook stoven. Ook dat geeft natuurlijk meer smaak. We gaan eerst eventjes dijvlees eraf halen. En we maken eigenlijk van het hazenvlees, nu hazen, van de hazenbout, nu hazenpoulet. Omdat we dit gaan stoven, kunnen we hier wel de vliesjes laten zitten. Die vliesjes die lossen na een lange tijd stoven natuurlijk volledig op. En geven de saus ook een beetje binding. In tegenstelling tot slachtvlees bloedt wild niet uit. Het wild, vooral klein wild, dat wordt geschoten. En groot wild, dus herten, zwijnen en zo, die worden op de jachtgrond ontwijd. Zo heet dat, dus niet het gewei eraf halen. Maar dat grote wild, dat is natuurlijk erg warm als het geschoten wordt. En dat moet eerst nog in de jeep en het moet eerst nog ergens. Er staan niet midden op de Veluwe staan de koelcellen voor ons klaar. Dus dat wordt ontwijd. Dan gaan de jager met een speciaal mes gaat hij de ingewanden eruit halen. Maar de huid blijft er omheen zitten. En dat doen ze eigenlijk om het wild te laten afkoelen. Maar het wild wordt niet gestoken. Zoals bij slachtvlees om uit te bloeden. Het bloed blijft erin. En dat bloed zorgt natuurlijk voor een hele andere smaakbeleving. En ook iets wat mensen wel eens een beetje omschrijven als leverachtig. Maar ja, leverachtig, lever is een bloedfilter. Dus dan heb je eigenlijk wel de juiste smaak te pakken. En dan heb je ook nog eens natuurlijk dat het dier zijn eigen voedsel zoekt. Dus wild heeft ook zijn smaak van zijn omgeving heel erg. Dus als duinkonijntjes uit de bossen bij Schorel komen, dan zijn dat kruidig smakende konijnen. Heel anders als een wild konijn wat je in de Beemster schiet. Die heel ander voedingspatroon heeft. Dus zijn omgeving, het voedsel wat hij zoekt en dat het dier niet uitbloedt, dat zorgt eigenlijk voor die typerende wildsmaak. En daarom moet je wild ook niet adellijk laten worden. Dat was iets wat vroeger gebeurde. Mijn grootvader hing de fazant in de schuur af totdat ze van hun staart afvallen en vettige olie uit de snavel droop. En dan zei hij, nou zijn ze goed, want nu hebben ze adellijke smaak. Maar eigenlijk waar we mee bezig waren, was een vorm van bederf. Dat heeft echt niets met hoe het hoort. Als je mooi vers wild hebt, dan mag je dat gewoon rood serveren. Dit is prachtig mooi vlees. Dan gaan we de voorbereiding doen van de hazenbout voor de peper. Mooie kleine cubes, kleine stukjes hazenvlees voor het stoverijtje. Dus hebben we ongeveer ruim een kilo hazenvlees voor onze stoofschotel. En heb ik ook de rug nog over om mooi rood of rosé als feestmaaltje te braden. Nu heb ik al het vlees van de bouten en de schouders afgehaald. En bij een haas die in zijn totaliteit vuil aan de haak met vel en alles 2,5 kilo ongeveer weegt, haal ik van de bouten en de schouders ruim een kilo vlees af. Dus dit is echt een goede portie voor 4 personen. En heb ik de rug nog over om mooi rood te braden. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.